Het belangrijkste en opmerkelijkste nieuws uit de afgelopen week op een rij. Dit is een Brabant in Nieuws weekoverzicht. Ik ben Erwin Veenstra. Dag dames en heren. Sluiting dreigt voor maar liefst 7 van de 15 coffeeshops in Eindhoven wanneer het strengere beleid dat Ivo Opstelten voor ogen heeft er daadwerkelijk komt. De minister van Veiligheid en Justitie wil een afstandseis in gaan stellen. Dat houdt in dat coffeeshops die minder dan 350 meter van een school verwijderd zijn, de deuren moeten sluiten. Maar deze eis leidt tot veel onduidelijkheid bij coffeeshophouders. Want hoe wordt zoiets gemeten? En daarnaast rijst de vraag wat wordt verstaan onder een school? Op dit moment zouden volgens de afstandseis die de minister stelt 7 van de 15 shops in Eindhoven in de gevarenzone liggen. Dat zijn onder meer de Grasshopper aan de Grote Berg en Indian Dillon aan de Karel de Grote Laan. Afgelopen weekend hield de coffeeshopvereniging in Eindhoven spoedberaad over de plannen van de minister. Maar ook over de pilot met de Wietpas, een idee van burgemeester Rob van Gijzel. Over hoe de coffeeshophouders zich precies op gaan stellen in deze kwesties wordt nog overleg gepleegd. En komende dinsdagavond staat het strengere coffeeshopbeleid ook in het Eindhovense stadhuis op de agenda. Noord-Brabant is de provincie met het meeste industriële erfgoed. En daarmee is het volgens Erfgoed Brabant een van de dragers van de Brabantse identiteit. Om dat te illustreren hield de bossenorganisatie dinsdag een inspiratiedag. En wat is dan een betere locatie als het klokgebouw op Strijp S in Eindhoven? Want het klokgebouw heeft een rijke cultuurhistorie en dat is iets wat Erfgoed Brabant wil behouden. Maar dat vind je niet alleen in Eindhoven. Industrieel erfgoed is inspirerend. Dat blijkt over de hele wereld. Dat blijkt niet alleen hier in Brabant, dat blijkt in Amsterdam, in Rotterdam, in Utrecht, in Helsinki, in Manchester, in Peking. Over de hele wereld is men bezig om industrieel erfgoed een nieuwe plek te geven in het stedelijke weefsel. Tja, dat klinkt interessant, maar wat betekent dat dan? Dat betekent dat je heel zuinig moet zijn met die plekken. Omdat ze ontzaglijk waardevol zijn voor de ontwikkeling van een nieuw soort van innovatie- en creativiteitlandschap. Zoals bijvoorbeeld de fabriekspanden op Strijp S die nu vooral een culturele functie gaan krijgen. Strijp S is natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om industrieel erfgoed. Hè? Dit klokgebouw waar we op dit moment staan is in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de belangrijkste centra van wat je kunt noemen de creatieve industrie in Eindhoven. Wat ik zo mooi vind aan dit complex is, het was eerst een gesloten industriecomplex. Waar je zeg maar, als bevolking je eigenlijk niet toe kon verhouden. Je kon alleen maar als werknemer in. En nu wordt het een publieke plek. Maar zoals gezegd, Brabant kent veel meer prachtig erfgoed. Dat gaat van de Floris van Bommel of Moergestel tot met de Bavaria bierbrouwerijen tot en met de Marsindustrie, noem maar op. En soms zitten die op locaties die later zijn gebouwd, dus die zijn niet meer zo interessant. Nou, vaak gaat het om monumentale gebouwen. Zoals bijvoorbeeld religieus erfgoed. Hè? Er liggen een heleboel kloosters en zorginstellingen in het buitengebied. Die allemaal eigenlijk zitten te wachten op een nieuwe bestemming. Nou, daar ligt gewoon goud in het buitengebied van Brabant. Ja, daar moet Brabant volgens mij heel zorgvuldig mee omgaan. Maar ja, erfgoed behouden kost geld. Ik heb de goede hoop dat ook dit kabinet tot wijsheid komt. En in gaat zien dat dit soort van plekken, dat erfgoedontwikkeling, natuurlijk op de lange termijn ontzettend waardevol blijft. Ik denk dat op een gegeven moment dat er zoveel geluiden uit de maatschappij komen. Als mensen echt gaan merken dat cultureel erfgoed en cultuur gaat verdwijnen. Dat mensen daar tegen in opstand komen en dat ze zich wel nog een keer gaan bezinnen. Zorgen van de buurtvereniging in het Veldhovense Zilst over mogelijk stralingsgevaar van de daar geplaatste zendmast is onlangs ontkracht door 4 studenten van de Technische Universiteit. Zij staan elk om de beurt in de fysica-winkel op het TU-terrein in Eindhoven om natuurkundige vragen van particulieren en bedrijven te beantwoorden. Waaronder dus die van bewoners in Zilst, omdat hun zendmast zich in het onderzoeksgebied van de studenten bevindt. Uit dat onderzoek blijkt dat er in de regio op korte termijn geen stralingsgevaar van zendmasten in de wijk of nabije omgeving is. Nee, inderdaad. We hebben namelijk alle zendmasten in kaart gebracht en uitgerekend wat voor kracht ze uitzenden. Wat voor elektrische velden die zouden kunnen opwekken. En we hebben dat vergeleken met wat de normen zijn. Wat blijkt? Ze zitten echt meer dan een factor 100 eronder. Onder die normen zal bijna geen opwarming van het lichaam plaatsvinden. Verdere gezondheidseffecten kunnen we eigenlijk helemaal niks over zeggen, want onderzoek daarnaar is heel glibberig, heel moeilijk. Je kunt moeilijk zeggen, het is altijd heel subjectief, klachten, gezondheidsklachten. Maar het stralingsniveau dat op het moment in Eindhoven is in ieder geval heel erg ver onder de norm die in Nederland is opgesteld.
En hoewel dat dus niks zegt over de langere termijn effecten, hoeven we ons volgens Daniel geen zorgen te maken. Er zijn veel mensen die wonen onder antennes die zeggen dat ze vaak migraine hebben. En zo ontstaat er een beetje een soort onwetendheid en angst. En van daaruit zou je inderdaad kunnen concluderen dat je geen masten moet plaatsen. Maar daar is op het moment eigenlijk weinig echte wetenschappelijke basis voor om geen masten te plaatsen. De conclusies die de studenten trekken worden weliswaar nog niet door overheidsinstellingen overgenomen. Maar er is wel belangstelling voor hun theorieën. Er zijn bijvoorbeeld mensen met politieke achtergronden die wel interesse hadden in het rapport. Dus ik hoop wel dat het een beetje verspreid wordt en dat er ook echt serieus naar gekeken wordt. Want ik denk dat het zelfs op een landelijk niveau wel interessant kan zijn. Gelukkig onderzoeken de heren ook zaken waarbij wel wat wordt gedaan met hun bevindingen. Bijvoorbeeld de geluidsoverlast op Eindhoven Airport. Als wij metingen uitvoeren en het blijkt dat er echt een overschrijding is aan geluidsniveau, dan is de gemeente zelfs verplicht om er iets aan te doen. Momenteel onderzoeken de fysica-studenten het gevaar van fijnstof die vrijkomt bij het stofzuigen. Het is wel bewezen dat als er meer fijnstof in de lucht hangt, dat het schadelijk kan zijn voor de longen. En fijnstof is dan net de grootte dat het nog wel ingeademd kan worden, maar dan ook vast in de longen blijft zitten. Tja, en zo leer je elke dag weer wat bij. Dit zijn maar een paar voorbeelden van vraagstukken die de heren krijgen. Wat is nou de gekste vraag die jullie tot nu toe gekregen hebben? De gekste vraag? Dat is een goeie. Er zijn vrij veel mensen die komen met de grootste energieuitvinding van de eeuw, waarmee ze denken het grote energieprobleem op te lossen. Maar dat is vaak toch een beetje overtrokken wat ze bedacht hebben. Voor de meeste vragen kunnen wij redelijk snel theoretische achtergronden en zo voor hun beredeneren. Op zich kunnen we goed meedenken wat dat betreft. Ja, en mocht je nou ook een spannende natuurkundige vraag hebben, de fysica-winkel is tijdens kantooruren geopend. Op 11 januari volgend jaar wordt begonnen met de bouw van de Marokkaanse moskee in Roosendaal. Die moskee komt op de hoek Kortendijkse straat, burgemeester Snijderlaan. Het wordt, met een oppervlakte van 2200 vierkante meter, de grootste moskee van West-Brabant. Er komt een minaret van 22 meter hoog op te staan. De kosten van de bouw bedragen 3 miljoen euro en die worden betaald door het moskeebestuur. Zomer 2012 moet het gebedshuis klaar zijn. Tegen de bouw bestaat overigens veel weerstand van de buurtbewoners. Uit de penitentiaire inrichting in Vught is maandagmiddag een 31-jarige gevangene ontsnapt die vast zat voor een geweldsmisdrijf, zo meldt NOS Teletext. Meteen werd een sms-alert verstuurd, maar dat heeft nog niet tot een aanhouding geleid. Het KLPD is een zoekactie begonnen. Het is nog niet duidelijk hoe de gevangene heeft kunnen ontsnappen. De jaarlijkse vuurwerkcampagne is maandag weer van start gegaan. In Breda werd de officiële aftrap gegeven op het Markenhagen College. Alle leerlingen van de school hadden zich verzameld in de aula. Vuurwerk zorgt elk jaar weer voor overlast, slachtoffers en schade. De leerlingen kregen onder meer informatie hoe veilig om te gaan met vuurwerk. En burgemeester Peter van der Velde deed een oproep om vuurwerkoverlast te beperken. De schade, aangericht door vuurwerk, wordt verhaald op de daders. Zelf heeft van der Velde overigens niks met vuurwerk. Ik steek nooit vuurwerk af. Ik vind vuurwerk heel vervelend. En het heeft ook te maken dat ik in mijn leven als burgemeester een paar keer met afschuwelijke gevolgen van het vuurwerk afsteken geconfronteerd ben. Wat zijn die gevolgen dan? Nou ja, ik heb één keer, en dat was een absoluut dieptepunt toen ik burgemeester was in Emmen, in één weekend twee vuurwerkslachtoffers meegemaakt die op de meest dramatische omstandigheden uiteindelijk overleden zijn. Ten gevolge van vuurwerk afsteken. Een paar keer ook andere narigheid. Ik ben heel anti-vuurwerk omdat het maakt zoveel kapot. En ieder jaar gebeuren toch nare dingen. En ik snap wel dat mensen het leuk vinden. Het geeft de sfeer. Dus ik denk dat het fantastisch is dat we nu een actie houden om verstandig en veilig met vuurwerk om te gaan. En daarnaast, er wordt ongelooflijk veel vernield. Hoeveel is er vorig jaar alleen al in de gemeente Breda vernield? In Breda is vorig jaar voor meer dan 110.000 euro vernield. En we hebben nu afgesproken dat we de schade gaan verhalen zoveel als het kan op degene die het gedaan hebben. Steek je vuurwerk te vroeg af of richt je schade aan, dan krijg je te maken met bureau Halt. Ze mogen het pas 3 dagen voor oud en nieuw kopen en alles wat ze daarvoor in bezit hebben, dat is strafbaar. En kan de politie ze oppakken en vervolgens verwijst de politie ze door naar Halt.
En wat wil dat zeggen als je naar Halt doorverwezen wordt? Dan verzorgen wij eventueel in je kerstvakantie taakstraf. Dat kan bij woningbouwstichtingen zijn, tuintjes bij bejaarden, oppoetsen, schoonmaken op straat. Heeft zo'n vuurwerkcampagne ook zin? Nou, ik vind niet zoveel indruk maken, want ja, je wordt niet zo snel betrapt, denk ik. Niet dat je snel betrapt wordt. Dus, maar vind je dat je schade aan mag richten aan de gemeenschap met vuurwerk? Nou, ik vind niet. Ja. Want de prullenbakken worden niet gemaakt om te vernielen. We hebben gemaakt om dingen in te gooien. Laf. Ik vind het echt laf. Ja, het is misschien geef het je een kick of zo, maar om nou iemand anders geld een beetje te gaan vernielen dan, of hem eigendommen van iemand anders te vernielen, dat vind ik gewoon zwak. Goeie zaak dat vernieler moet gaan betalen? Ja, zeker. Ik vind het echt een goede zaak. Doet de gemeente goed aan. De cultuursector krijgt het in het nieuwe jaar zwaar te verduren. Door de verhoging van BTW op concerten, theatervoorstellingen en schouwburgbezoeken zoeken de diverse gelegenheden naar oplossingen, zo ook in Tilburg. Tilburg is al sinds jaar en dag een cultuurstad en de eventuele verhoging op de concert- en theaterkaartjes is hier dan ook niet goed gevallen. Nou, de prijzen zullen omhoog gaan en dat is voor Theater de Nieuwe Vorst vrij ernstig, omdat wij toch een klein theater zijn waar vooral voorstellingen worden gepresenteerd voor jonge makers. En jonge makers hebben niet zoveel geld, dus als het voor hun duurder wordt, ja, dan wordt het ook moeilijker om naar het theater te gaan. En er is al onderzocht dat er ongeveer 13% minder publiek zal komen door de BTB-verhoging. Op het moment dat de prijzen fors duurder worden en wij rekenen op gemiddeld 10% duurder voor de concertkaarten, dan kun je er natuurlijk op wachten dat mensen minder vaak naar concerten zullen gaan, dus dat je een druk krijgt op je bezoekersaantallen. Wat voor maatregelen denkt u daar tegen te nemen? Uiteindelijk gaan wij de BTW-verhoging gewoon toch doorvertalen gewoon naar prijsverhogingen. Dus dat betekent dat de muziekliefhebber helaas de prijs betaalt. Ik bedoel, voor dit in mijn ogen zeer slechte kabinetsbesluit. Het is niet de enige maatregel. Hè. Dit is één van de maatregelen. En de andere is dat de subsidie aanzienlijk gekort gaat worden. En in de eerste ronde is dat zo'n 10%. Maar we verwachten nog een tweede ronde. Dus er wordt van alle kanten gesnoeid en gekapt. Een van de maatregelen die Theater de Nieuwe Vorst heeft genomen is de openingstijd van het restaurant inperken tot alleen het weekend, zodat er bezuinigd kan worden op de personeelskosten. Poptempel 013 benadrukt dat het nog steeds in staat zal zijn grote artiesten naar Tilburg te halen en deed daarvoor al een gesten naar hun klanten. Nee, er zijn op dit moment al ruim 60 concerten in de voorverkoop, die in 2011 gaan plaatsvinden. En die kaarten zullen niet duurder worden, dus die verkopen we nu voor dezelfde prijs als waarvoor we ze verkopen in 2011. Dus daar heeft de muziekliefhebber echt een voordeel. Nou, we proberen natuurlijk wel op andere manieren ook wat extra inkomsten te genereren. We verhuren de zalen, we verhuren het café, we hebben bovenvergaderruimtes. Dus op allerlei manieren proberen we dus extra inkomsten te krijgen. Maar of dat voldoende is om tegenwicht te bieden, weet ik niet. Omdat het uiteindelijk toch om een theater gaat. En daar willen we heel graag heel veel mensen in hebben. Ook voor kleine podia staat een zware tijd voor de deur. Zo werd er enkele weken geleden nog gesuggereerd dat Podium Paradox in de Telegraafstraat om zou vallen. Maar dit is volgens de directeur van het kleine centrum, waar de nadruk op jazz en wereldmuziek ligt, pertinent niet waar. De BTW-verhoging is overigens nog steeds niet definitief. De Eerste Kamer wil hier namelijk een stokje voor steken als het kabinet de BTW op podiumkunsten en beeldende kunst blijft verhogen. Premier Rutte vindt dat de cultuursector overdrijft en zegt dat het gezond is om de sector eens goed door elkaar te schudden. Wordt vervolgd dus. Een wintersportparadijs midden in Brabant. Met het omzagen van de eerste boom is in Rukven woensdag symbolisch het werk begonnen van de aanleg van een winters funpark van 3000 vierkante meter. In december 1995 opende skidoomdirecteur Nicky Broos de eerste overdekte skipiste van Nederland. Nu, 15 jaar later, gaat hij een stapje verder. We zijn de eerste in Europa die een permanente indoor ijskartbaan gaan exploiteren. Iedereen kent het karten wel in Nederland. Maar er wordt nog nergens in Europa gekart op een ijsvloer. Wij gaan ijskarten. Dat doen we zelfs elektro aangedreven. Dus geen verbrandingsmotoren. We geven dus ook nog inhoud aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. We bouwen een tubecentrum. Je kunt dat vergelijken met een glijbanencentrum bij die subtropische zwembaden. Maar dan glijbanen in de sneeuw. En we bouwen een nieuw permanent funpark erbij. Een family entertainment center. De winkel wordt drie keer zo groot. De horeca wordt uitgebreid. We zijn lekker bezig. Er komt behoorlijk wat bij kijken om zoiets te maken. In de eerste instantie, in 1995, was het gewoon de baan laten en overkappen zo goedkoop mogelijk. En dat hebben we ook gedaan.
En nu wil welstand natuurlijk ook inbrengen, maar je wil ook voor jezelf natuurlijk dat het fun eruit vanaf straalt. En voor de omgeving natuurlijk moet het ook iets leuks zijn om naar te kijken. Gaat u dat doen? We gaan nu het helemaal losse poten zetten. En dat is op zich al heel spectaculair om te zien. De platen die gaan in kleur veranderen van boven naar beneden, van licht naar donker toe. Dus ja, het alles gaat er wat gezelliger uitziet als gewoon een stalen loods. Niet alleen Nicky Broos is na jaren wachten op de vergunning in zijn nopjes. Ook loco-burgemeester Jan Suikerbuik is blij met de aanwinst voor zijn gemeente. Dat de gemeente druk vindt op de kaart. Ja, staat al op de kaart met de skidoom. Maar dat die, ik zeg altijd, nu staan we op de Nederlandse kaart, straks staan we op de Europese kaart. Want ik denk dat hier een attractie groeit die zijn weerga in Europa niet kent. En we zijn nog niet aan het eind. We zitten hier in een gebied met een fantastische potentie, sociaal-economisch gezien. En met de start van deze uitbreiding van Skidoom, denk ik dat we nog maar aan het begin staan van de hele ontwikkeling hier. Tijdens het feestelijk evenement werd ook een mobiele sneeuwhelling in gebruik genomen. Waarmee op elke plaats in Nederland binnen 2 uur een sneeuwhelling kan worden gebouwd. Wij hebben een mobiele sneeuwhelling ontwikkeld. Een vrachtwagentrailer omgebouwd. Net als een kermisattractie. En je kunt ons straks in elk dorp, in elke stad, bij iedere braderie en met iedere kermis aantreffen. Met echte sneeuw waar kinderen kunnen komen sleetje rijden. Op 4 april 2011 rijdt de eerste hoge snelheidstrein tussen Breda en Amsterdam. Dat heeft NS High Speed, de exploitant van de hoge snelheidslijn, bekendgemaakt. De reistijd van de snelle Vira die tussenstops maakt in Rotterdam en op Schiphol bedraagt 1 uur en 8 minuten. Normale treinen doen daar 35 minuten langer over. De trein zou eigenlijk aanstaande maandag al Breda aandoen, maar dat is uitgesteld vanwege technische problemen. U zag het Brabant in Nieuws weekoverzicht voor deze week. Meer nieuws is na te lezen op de site. Ga dan naar www.brabant10.nl. Voor nu wens ik u een heel fijn weekend en graag tot maandag. Dag! Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website www.brabant10.nl. Brabant 10 brengt je thuis.